Wereldoorlog. Er zijn allerlei verhalen over geschreven. Zoals de aanslag van Harry Mulisch. Het gaat over een jongen van wie een aanslag is gepleegd voor zijn huis. En zijn huis wordt vervolgens verbrand. En zijn ouders worden doodgeschoten. Je volgt hem in zijn leven, in zijn verdere leven. En zijn zoektocht naar antwoorden. Vragen die hij nooit gesteld heeft. Ik vind het boek best wel goed. Het is makkelijk te lezen. Je gaat makkelijk door de bladzijden heen. Goed te volgen. Het is op een of andere manier is het ook wel een beetje spanning. Er zit niet heel veel spanning in, maar genoeg om het boeiend te houden. En ik zou het gewoon als een dikke aanrader beschouwen.